Workout 25. En 25AB. Oké, we beginnen vandaag met workout 25. 25 is een workout met alleen je eigen lichaamsgewicht. Of je gebruikt het bodyweight vest, dus een weight vest. Of je pakt eventueel een rugzak en vul je die met extra flesjes. Voor de warming up. Je gaat elke 3 minuten ga je 400 meter rennen. Als je dat gedaan hebt, dan blijf je na die 400 meter actief rennen. Ga je gewoon rustig door met joggen of wandelen. Vervolgens ga je elke 3 minuten ga je dus 400 meter wel versnellend rennen. Dus een hoger tempo pakken dan je normaal doet. Dat doe je 12 minuten achter elkaar als je dat gedaan hebt. Doe je daarna nog een doorway stretch voor even van de rug. Of tegen een muur aan of wat je ook kan vinden. Zet je handen neer en breng je borst zo ver mogelijk naar de vloer. Hou je 1 minuut vast. Als je dat gedaan hebt, ga je door naar de workout voor tijd. En het gaat eigenlijk over burpees. Burpees kennen we allemaal, maar ik wil dat we een burpee doen naar een target toe. Dus markeer voor jezelf een target met bijvoorbeeld stoepkrijt of vind een boompje wat precies goed is of weet ik veel wat. Een stukje van de overkapping, een stukje van de deuropening. En dan ga je eigenlijk een burpee naartoe maken. Dus wat je doet is eigenlijk, je maakt 30 burpees. Zo snel mogelijk als je kan. Daarna heb je rust. Maar die rust heb je pas na die 30 burpees, 25 burpees, 3 minuten rust. Daarna heb je 1 minuut rust per set. Dus je probeert eigenlijk zo snel mogelijk voor tijd 30, 25, 20, 10, 20 15, 10, 5 burpees te maken. Dus voor de target wil ik zeggen, pak bijvoorbeeld een deuropening. Die hebben we allemaal thuis. Zet je handen neer. Spring met je voeten naar achter. Kom helemaal plat liggen op de vloer. Druk uit. Terugspringen. En aantikken. Ja? Hoe hoger je target pakt, hoe effectiever en hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Daarna krijg je nog eens extraatje. 10 rondjes van 30 flutter kicks. Die gaan eigenlijk met je voeten, je ligt op de vloer. Met je onderrug in de mat. En dan doe je eigenlijk met je benen dit. Ja? Na die 30 keer heb je 30 seconden rust. Dat doe je 10 rondjes. In de workout staat ook altijd bij scaling andere opties voor de workout zelf. Dus ook over bijvoorbeeld dat je de volume vermindert. Dus het aantal herhalingen verminder je. Of het gewicht ga je verminderen. Of dat soort dingen. Dus lees dat altijd heel even door. Over 25A en B. 25A en B zijn ook deze keer bodyweight workouts. Dus die kan iedereen ook weer meedoen. Voor de warming up gaan we single anders doen. Dus single anders betekent in de CrossFit wereld touwtjes springen. 1 keer draaien, 1 keer springen. Dus heb je een touwtje, zodat je de handvaartjes instelt op okselhoogte. Je gaat erop staan en je gaat rustig draaien. Ellebogen zijn in de zij en de polsen zijn altijd voor je lichaam. Heb je geen touwtje, kun je natuurlijk ook gewoon op je plek springen. Ja? Maar voorkeur gaat dan naar touwtjes springen. Na die 5 minuutjes doe je een calf stretch. Ergens tegen een stoephand aan, naar voren leunende of tegen een paal of dat soort dingetjes. Daarna krijg je 30 squat jumps. Squat jump is gewoon doorzakken, goed rechtop blijven. En je jumpt in de lucht en je gaat meteen weer zakken. Ja? 15 burpees. Een burpee heb ik straks al voor gedaan, dus helemaal liggen. Omhoog komen. Daarna doe je nog een run van 400 meter. Als je nou goed warm bent, gaan we belangrijk een 5K test doen. 5K test wil zeggen 5 kilometer rennen. Zodat je een app installeert waarbij je de afstand kunt creëren. Ook op Google, als je bijvoorbeeld een hardlopen intoetst of dat soort dingen. Kun je ook soms op internet al een route uittekenen. Mocht je je telefoon niet willen gebruiken. Kun je route uittekenen dat het 5 kilometer is. Time eventueel met je horloge. Of met een stopwatch wanneer je start en dan kun je precies weten wanneer je ook eindigt. Op zich een andere app via je telefoon is wel fijn omdat je dan ziet hoeveel kilometer je per uur rent. En dat je beginkilometers sneller zijn dan het einde en hoe je de verdeling kan doen. Heel veel succes, noteer het in de app en log hem maar.